Welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over aflevering 4 van The Boys seizoen 4. De showrunner had van tevoren al aangegeven dat deze aflevering echt een spotlight aflevering voor Homelander zou zijn. Ik denk op dat vlak heeft de aflevering zeker wel geleverd. Want aan het einde van de vorige zagen we natuurlijk dat hij terug wou gaan naar waar hij vandaan kwam. Het is dus niet precies hetzelfde lab als dat we gezien hebben in Gen V. Maar het is dus wel een soortgelijke situatie en er zitten daar allemaal wetenschappers die hem dus soort van hebben opgevoed. En de brute wraak die hij daarop neemt tijdens deze episode is dus voor hem waarschijnlijk wel een soort catharsis, maar het was niet allemaal gewoon puur voor dat punt. Als in al het bloed en geweld en zo heeft uiteindelijk wel gewoon een nut gediend in deze aflevering. Want we zijn er dus achter gekomen dat Vought eigenlijk heel erg bewust die soort van onzekerheid in Homelander heeft neergezet. En dat is dus toch wel weer een extra laag aan dit personage. Wat natuurlijk eigenlijk ook gewoon zo interessant is, omdat hij dus die behoefte heeft aan liefde en aandacht. Maar ja, alsof een guy in een oven stoppen nog niet erg genoeg is. Daarna lasert hij nog de lul van een gozer eraf. En aan het einde, wanneer hij dus die soort van moederachtig figuur van hem daar toch in de bedroom neerzet. Dat was denk ik wel het hoogtepunt. En ja, verder hebben we ook het Truth Bomb evenement met onze favoriete mega superheld. En zij heeft wel echt momentjes gehad om te shinen deze week. Als eerste toen ze gewoon die mail verstuurde met die soort Justin Bieber blackmail situatie. En hoe ze daarna dan dat publiek compleet weten bespelen en toch weer aan haar kant krijgt is ook wel heel erg mooi gedaan. Maar ze eindigt dus weer met haar targets op Starlight en ze onthult dus dat ze in het vorige seizoen een abortie gehad heeft en dat brengt dus toch wel wat in Starlight naar boven. Ik vind het dan toch wel weer mooi dat ze doen alsof het gaat om de inbraak op privacy of om het losgeven van medische gegevens, terwijl aan het einde komen ze er toch op terug dat het gewoon een hele zware beslissing is. Het is alleen vanuit ver linkse perspectieven moet je eigenlijk doen alsof het gewoon niks is natuurlijk. En in deze aflevering zie je dat het toch wel iets emotioneel losbrengt bij Starlight. Wanneer Starlight dus hem gaat aan het einde en echt gewoon helemaal die chick in elkaar slaat. Dat was uiteindelijk dus ook gewoon deel van het plan van Sister Sage in deze aflevering. En we hebben dus niet heel veel van haar gezien deze week. Maar zij was het dus allemaal aan het bespelen. En het kleine beetje wat we wel gezien hebben van Sister Sage was ook wel weer heel erg typisch verknipt voor The Boys. Waarin ze zichzelf dus een lobotomie geeft. Dat ze dus zo slim is dat ze haar hersenen eventjes moet uitzetten om een soort van hij te krijgen. Verder hebben we gezien dat Billy Butcher zich weer heeft aangesloten bij The Boys, maar hij is dus nog steeds aan het struggelen met die visioenen van zijn vrouw. Maar de interessantere verhaallijn deze week was denk ik toch wel met betrekking tot Huey, omdat hij dus A-Train heeft ingehuurd om wat Compound V voor hem te stelen. Hij was dus van plan om dat te gebruiken bij zijn vader en ik ben nou eventjes niet zeker of we dus aan het einde van de aflevering moeten interpreteren dat hij hem inderdaad aan zijn vader gegeven heeft. Maar een superheld versie van Simon Pegg kan natuurlijk wel interessant zijn. Ook al is het dus geen garantie dat je superheldenkrachten krijgt, want dat heeft het voor Billy Butcher uiteindelijk ook niet gedaan. En ja, verder hebben we de Kimiko en Tala verhaallijn nog een beetje doorgezet, want die hebben elkaar dus in ieder geval even kunnen spreken na een vechtscène. En de Frenchie verhaallijn is best wel ver doorgezet, want Colin, zijn gay lover sinds vorige week, die is er nu dus achter gekomen dat Frenchie eigenlijk zijn familie vermoord heeft. En het lijkt op dat moment dus ook op alsof Frenchie wil dat Colin hem doodmaakt. Alleen Colin houdt zichzelf dus nog in, dus die verhaallijn die gaat nog doorgezet worden. En ja, we zagen ook nog eventjes een cameo van Gen V deze week, want we zagen dus de Godolkin 4 voorbij komen op een nieuwsuitzending. En vorige week zat natuurlijk ook al een standboard cutout van Polaris erin. Dat is dus ook een beetje een knipoog naar een Gen V personage nog. Dus het lijkt me dat die personages nog wel voor het einde van dit seizoen een grote rol gaan spelen. En ik heb dus ook theorieën voorbij zien komen dat Marie Moreau misschien Billy Butcher kan genezen. Aangezien zij dus controle heeft over bloed en zo, wie weet kan ze dan dus wel gewoon iets aan die tumor doen. Ook al zou dat dus wel weer een extra dimensie aan haar krachten zijn. En ja, we hebben sowieso ook nog best wel wat toffe gevechtscènes gehad deze week. Die van Billy Butcher tegen die Stretch Armstrong, Mr. Fantastic-achtige guy was ook heel tof. Dus ja, wat mij betreft wel weer gewoon een sterke aflevering van The Boys. Maar er is niet super veel gebeurd buiten een soort van persoonlijke ontwikkeling voor Homelander dan. En het is ook wel belangrijk dat de publieke mening rond Starlight ook nu aan het veranderen is. Dat gaat denk ik ook nog wel een grote rol spelen in de komende paar episodes. Maar laat me voor nu vooral weten wat jij van aflevering 4 van
van The Boys vindt en wat je denkt dat er gaat gebeuren in de komende 4. Bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval. En subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.